Judith en Sarah van Oerol TV bezochten op dag 4 van het Terschellinger Festival het project Vlucht van P.O.X. Vlucht is een associatieve en poëtische verbeelding van de relatie tussen mens, landschap en weidevogels. Festivalgangers kunnen hierbij genieten van een beetje rust na al het overweldigende straattheater. Ik ga eens even lekker liggen en luister of ik die grutto hoor. Lijkt me hartstikke leuk. Wat een leuke vogel. Echt een leuke vogel. Liggen hier al allemaal mensen, hè? Ik zie allemaal vlaggetjes. Ik denk dat we een vlaggetje moeten uitkiezen en dat we daarbij gaan liggen. Ik heb ook al ontdekt dat dit ook een hele fijne expeditie is voor als je een kater hebt. Dan kan je hier eigenlijk gewoon heel lekker tot rust komen. Het is echt een hele mooie poëtische luisterklankcompositie. Dus het mooie hier is ook dat je plat op de grond ligt. Met je ene oor luister je naar de aarde. En met je andere oor luister je naar de blauwe lucht met alle vogelgeluiden. Tegelijkertijd als je je ogen open doet, zie je een heel mooi wijd uitgestrekt landschap met een horizon. Maar eigenlijk kan ik alleen maar zeggen, je moet echt eventjes luisteren. En liggen. En liggen. Hoog en dan rechtdoor naar Afrika. Op en neer, op en neer. Op en neer. 6000 kilometer. En wel vaker op en neer. En beneden. We krijgen helemaal een seksuele vibe. Over de zee, over de Sahara. Hij heeft ook een sexy accent heeft hij. Over de zee, over de Sahara. Hou ik wel van. Op en neer. Op en neer, op en neer. Ik gok zo dat heel veel mensen hier wel een beetje... Ja, ik kan hier best... Een beetje verliefd worden. Gisteren nacht in de Vijfpoort ben ik een hele leuke man tegengekomen. Laten we even naar de grutto luisteren. Tip voor Oerol. Ga hierheen om verliefd te worden. Wat heerlijk. Een verhaal uit de grond te horen. De zon. Meer heb je niet nodig. Ja. Vond u het niet ook een beetje een seksueel verhaal? Een seksueel verhaal. Overal zit het in, hè? Op en neer. Op en neer. Ja. Ja. Nou, ik vond, die Afrikaanse klanken, hè, dat is zo ontzettend mooi. En dat zijn allemaal gebieden waar die vogels naartoe gaan. Dus dan herken je een paar. Nou, Els, ik word al bijna een beetje verliefd op jou.